Voor de tweede keer in korte tijd gaat Thomas Bruns een bijzondere wedstrijd meemaken. 3 weken geleden speelde hij met FC Groningen tegen zijn oude ploeg Heracles Almelo. Komende zondag treft hij de club waar hij door FC Groningen van wordt gehuurd, Vitesse. 2-3 maanden geleden speelde ik nog met de jongens en nu moet ik tegen ze. Ja. Dus wel een speciale wedstrijd, ja. Ja. Ja, hoe lijkt je dat om dan tegen hun te voetballen? Aan de ene kant weten hun wat ik kan en wat ik niet kan. En ik weet wat hun wel en niet kunnen. En aan de andere kant, een wedstrijd is een wedstrijd. En je weet nooit hoe het loopt, dus ik vind het wel leuk. Ondanks dat Bruns nu voor FC Groningen speelt, heeft hij nog wel regelmatig contact met spelers van Vitesse. Ja, ik heb met Navrone voorcontact gehad en met Brian Linsen. Navi was jarig en Brian heb ik eigenlijk altijd contact mee, dus is wel even leuk. Nee, we hebben het niet over voetbal gehad. Ik vind dat kunnen we na de tijd wel wie er gewonnen heeft en wie er goed en niet goed heeft gespeeld. Maar voor de tijd vind ik van wij onze eigen strategie en hun onze eigen strategie. Brian Linsen is een goede vriend van Bruns. De oudspeler van FC Groningen maakte afgelopen weekend tegen Heerenveen zijn 8e goal van het seizoen. Maar is komende zondag tegen FC Groningen geschorst. Net als Alexander Buettner. De linkerkant is er niet. De vaste linkerkant, dus dat kan een voordeel voor ons zijn. De vraag is hoe de vlag er bij Vitesse bijhangt. De ploeg uit Arnhem haalde uit de laatste 4 wedstrijden maar 4 punten. En werd in de strijd om de KNVB-beker uitgeschakeld door AZ. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen, omdat ik vanaf de winter natuurlijk niet meer daar ben. Maar goed, de resultaten van de laatste 2 wedstrijden zijn natuurlijk niet denderend. Dus er zijn kansen voor ons, zoals in elke wedstrijd. Dus we moeten proberen dat goed te analyseren en die kansen te gaan benutten. Nu Bruns met FC Groningen tegen Vitesse gaat spelen, kan hij laten zien wat hij waard is en het ongelijk van Vitesse bewijzen. Ja, maar dat kan ook mijn valkuil zijn, want je kan je ook over de kop lopen, denk ik. Ik weet dat ik kwaliteit heb om Eredivisie voetbal te voetballen. En ik ga niet extra gemotiveerd die wedstrijd in. Ik benader het zoals elke wedstrijd. En ja, je hoopt natuurlijk dat je goed speelt, maar dat heb je zelf in de hand. Ja. Ja, toen je tegen Heracles scoorde, toen juichde je ingetogen. Hoe ga je dat dan zondag doen, stel dat je scoort? Ja, dat is op het moment zelf. Op dat moment voelde ik dat ik niet moest juichen. Als ik zondag scoor, zien we dan wat er gebeurt.